Ik zag trouwens dat nog maar 0 na 3 weken nog maar 0,01% de game Platinum had, omdat je die 5 wins achter elkaar moet halen, wat natuurlijk echt nergens op slaat. Waarom viel ik? Qualified! Maar ik ben vandaag dus druk bezig geweest. Wel een gedoe hoor. Was echt een gedoe. Om mijn hele setup over te zetten naar de Omenix. En dan bedoel ik zeg maar mijn programma's die ik op mijn oude computer heb staan. Dus dan gaat het om Vegas en om Photoshop. En dat is gewoon een gedoe, weet je wel. Om al je files, al je bestanden die je gebruikt om te editen. En alles gewoon opnieuw te installen. Er is geen knopje voor dat je alles van een ene computer naar een andere computer kan overzetten. Dus dat is gewoon al het gezeik. Best wel lang mee bezig geweest. Daardoor was er vandaag ook nog steeds geen video online. Maar ik denk dat ik het wel gefixt heb nu. Dat ik vanavond gewoon bijvoorbeeld kan renderen, maar ook nog videootje kan opnemen ofzo, weet je wel. Dat ik gewoon twee dingen tegelijk kan doen. Yippie, yippie, yippie! Gast, zo de mieter op. Ik heb het gauw ei. Ik heb het gauw ei. Altijd verlies ik op teamplay, hè. Dit is sowieso een teringdomme tactiek. Fuck, dit is toch gewoon een gouden, joh. Per 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 per. Eigenlijk moet ik even... Ik moet of verdedigen, of gewoon jatten. Kom hier. Pak die yellow. Ja, pak hem, pak hem. Pak het gaan. Ah. Bro. Ja, gaat ie. Lekker puk. XX. Hier blijven, hier blijven. Hier blijven. Oh shit. Godverdomme. We hebben het wel omgeturnd tot het winnende team. Best ziek eigenlijk. Je hoeft niet te spammen of je mee mag doen. Ik zit gewoon midden in een potje. Arno 2013-15 gifted a tier 1 sub to Kiphan of zo. They have given 204 gift subs in the channel. Sick man, Kiphan komt net binnen, krijgt meteen weer een subje. Wow, wow, wow. Gaan we er niet van afgooien, Lipo? Hey Kiphan, ik moet je zo even een nummertje laten horen, man. Ik begon mijn stream ermee, dus je hebt het niet kunnen horen. Zal ik hem even hard aanzetten? Het is echt een vet nummer. Het is een klassieke en een drum and bass reboot, zeg maar. Een remake. Gekke X.
feel it in the street. On a day like it, I feel like someone. Ja, het is iets van 3/4 van mijn subs is inderdaad gift subs. En de rest is... Ik heb een 1/4 die gewoon zijn eigen subscriptions betaalt. Vind ik ook wel dope. Dat we die ook hebben. Het zou ook wel sneu zijn als het alleen maar gift subs waren. Ah, no. Tuurlijk. Oh, shit. Wat is hier de tactiek ook weer? Wow! Ja, godverdomme, pakt hij die win weer? Wie heb hem? Heb ik hem? Mijn eerste win. Tackling! Hou nou even op, Andy. Je kan niet zomaar de hele tijd meedoen. Ik zit midden in een potje, gast. Leuk dat je nieuw bent, maar hallo. Oh jee. Ja, dit is wel mijn kans, maar ja. In hoeverre heb je mazzel? Ja. Ik weet hoe ik moet lopen. Ik weet mijn timing. Maar ja. Ik sta wel vooraan. Je ook wel een route moet nemen? Ja, ik heb deze gewonnen. Ik heb wel een idee. Oh, lekker hoor. Oeh. Ga je winnen misschien? Hopelijk word je niet weer genooid. Wat? Ik win hem. Ik win hem toch? Ik win hem! Ik win hem! Yes, baby! Oh, die guy moet zich zuur voelen. Die ging even afwachten en ik spring net voor hem. Squad goals. Ja, hij telt hem wel. Win an episode as part of a party of 3 or more players. Ja, oké. Okay. Dat is goed. Hij heeft hem wel geteld. Oké, okay, en daar is mijn kroon. Phew! Wat een kutspel is het ook. Dit spel laat je echt trippen af en toe met die servers. Eigenlijk gaat het gewoon om dat je op het laatste moment gewoon staat. Dat was een goede tip. Eigenlijk helemaal niet. Fuck. Oh. Maar, ik heb een beetje de afgelopen maanden op mijn buffer geleefd. Gewoon op mijn opgespaarde geld. Ik heb mijn studio verbouwd en nu moet ik even kijken hoe de aankomende maanden lopen. En anders gewoon weer aan de slag gaan. Dus part-time werk, part-time YouTube, Twitch. Ja, was eerst boodschap inderdaad, maar ik denk dat ik gewoon wel iets in de horeca ga doen, man. Mam. Ik ben nu 25 en ik vind de horeca best wel leuker dan fucking boodschappen bezorgen. Nee, met heel. Oh, wat is dan leuk in de horeca? Is dat bedienen of... Ja, meer gewoon onder de mensen zijn, I guess. Wat? Deze was zo last minute. Die guy die gaat echt dood nu van binnen. Die wordt echt dood. Ik had echt nergens last van. Holy shit. Ik had geen staart. Ik had geen staart in de laatste milliseconde en ik grijp hem weg. Oh, jij was het dus. Maar goed, wat ik leuk vind aan horeca, want ik weet dat het niet ontzettend veel verdient. Maar als jij een leuke plek hebt en een leuk team, dan kan je gewoon dus
onder de mensen zijn, leuke baan hebben en je fooi. En daarnaast doe ik YouTube en Twitch. Dus ja, ik ga het ook echt maar 2-3 avonden in de week doen, zeg maar. Gewoon in Almere of niet? Ja, of Amsterdam. Ik weet niet. Ik wil gewoon echt even iets leuks doen. Want ik ben dat boodschappen bezorgen ook wel beu na 1,5 jaar. Kijk, het betaalt fucking goed hoor. Bijna 15 euro per uur. Maar je bent echt alleen maar als een beul aan het slepen. Ja. En nu na die schouderblessure weet ik ook niet of het slim is om meteen zo hard weer van stapel te lopen. Ja, precies. Oh, jongens, die ballen. Ik ben bezig. Lekker. Oh, toch wel. Oh, kom op. Lekker. Lekker. Oh, binnen nu? Ja. Nice. Dat wordt hem niet. Lekker, lekker. Lekker. Wachten. Nee, ik denk het niet. Ja. Yeah. Lekker. I got him, boys! Lekker, man. Toch wel 2 wins gepakt in de stream. Wel blij mee. Oh. Uh-oh. Dit is gunnen, jongens. Hé, hey, ik heb nog geen win, hè? Hey. Ik ook niet. En ik ben een kind van gescheiden ouders en zo. En, ja, same. Ja. Jongens. Oeh. Ja, jij hebt al winst. Oh, en wie mag beginnen? En ik begin met de staart. Nee. Ja, ik wil helemaal niet staartje. Ik wil niet staartje. Nou, ik ben wel aan jullie. Maar... ik ga hem nog een proberen te... Nee! Kijk terug! Ah, ik wil hem eigenlijk nu nog niet. Ik wil hem de laatste seconde hebben. Ah, zolang die andere maar niet wint, dan vind ik het allemaal prima. Oh shit. Pas op, andere kant. Wow. Thanks, bal. Die duif loopt ook met me mee. Waar is hij? Oh, hij is daar helemaal. Zo shit. Oh. Geef me vang! Gun het me! Echt zo! Nee. Gun het ons! Yeah. Oké, maar hoe doe ik unsubscribe? Ik heb hem vanaf het begin tot eind vastgehouden. Oh nee, niet. Iemand heeft hem wel een keer afgepakt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik heb ook nog gehad. Dit is een leugen. Dit is een leugen. Ik lieg. Ik heb even de winst in handen gehad. Oh. Ja, ik heb hem geproefd. Oké, okay, deze was een zieke win. Nee, sorry. Ik gun niemand wat. Weet je? Hoppakee. Nou, dit is wel de meeste kans die ik ooit op een win heb gehad. Nee, dat is niet waar. Wat was dat? Was dat de vorige stream? Ik laat het kaas niet van mijn brood eten. You. Thanks Niels, thanks. Ik heb er ook even een clipje van gemaakt, in ieder geval van PlayStation. Als jullie het op Twitch kunnen clippen, dan worden hun er altijd aan herinnerd dat ze net niet wonnen. Haha. Ik blij dat ik er niet bij was. Uh-oh. Oh, deze moet ik hebben. Oké, okay, ik maak wel al stappen, als in ik heb nu de staartronde ook al gewonnen. Eerst heb ik alleen de mountain gewonnen, zeg maar. Maar die is ook het makkelijkst. Ik vind deze wel het makkelijkste, denk ik. Nu moet deze nog. Ik vind het dus moeilijk. Ik weet niet welke keuze ik moet maken als ik die dingen zie trillen. Want zo heb ik me net mezelf ook vermoord. Ja, ik had de vorige keer dus pech dat die twee dingen net met elkaar... precies in lijn met elkaar stonden. Ik kom er niet meer tussendoor. Nee,
Oh. Nee, hoop ik niet dat we met z'n allen op één van de dingen. Sorry, jongen. Oh, laat deze alsjeblieft niet vallen. Ja, of... Oh, oploop. Ik wil iets riskies proberen. Ja, ik heb het gehaald. Ik ben in mijn... Ik weet oprecht niet welke er gaat trillen zo. Nee, geen één meer. Er blijft altijd twee over aan het eind. Hij gaat alleen maar sneller. Nu gaat hij steeds sneller draaien. Ja, kom op! Nou, Denna, gun Jeroen! Gun Jeroen! Ja! Jeroen, je hebt gewonnen! Yes! Hell yes, eindelijk! Lekker man! Ook ik was een beetje bang omdat ik later viel aan jou. Ja, ik was niet aan het opletten. God. Ik werd opeens weggeveegd. Oh, sick, yes, hoor. De eerste. Lekker man. Maar goed, ik wilde dus vandaag... Ik heb twee video's geüpload, maar ze verwerkten niet. Dus ik upload altijd in 4K en ze stonden alleen maar in 360p. En alles in het videobeheer... Er kwam er steeds een foutmelding en dan niks werkte. Monetization werkte niet. Dus even opgezocht op Twitter. Iedereen had er last van. Dus YouTube was vandaag blijkbaar even... Kaduuk! Ik durf wel. Ja. Nee! Oh. Wat gebeurde er? Ja, ik viel neer op het laatste stukje. Kom op, die dino ligt op zijn bek. Jij ook nu. Oh, hij redt hem. Oh! Yeah! We got him, boys! Ching ching, me robot with... Tomato broek. Yeah. Sinds de laatste stream had ik 5 wins. Toch? En nu staat er op naar de 7e win. Dus ik moet jullie iets laten zien. Want ik heb, toen mijn broertje hier vrijdag was, off stream een win gehaald. Yeah, baby. Dus we gaan even starten met mijn 6e win, basically. Zodat we... De 7e win in de stream kunnen doen. Hopelijk. Hopelijk pak ik vanavond überhaupt een win. Maar dit is dus wat ik afgelopen vrijdag heb gehaald. En dit is de eerste keer dat ik deze type finale heb gewonnen. En het is best wel grappig, want... Dit is het punt waarop het heel tactisch is gegaan. Kijk maar. Er vallen 2 platformen tussen ons in weg. En ik sta ook op 2 platformen. Het kan dus alle kanten op gaan op dit moment. Let op. De laatste 3. En er blijven er altijd 2 over, toch? Kijk hoe ik hem heb gewonnen. Hun platform verdween. En de hele groep was like. Later. Dat is toch top? Dit was gewoon heel slim uitgespeeld. En een PC geluk, want ik stond precies op het goede platform.
Okay. Soms word ik echt agressief van dit spel. Ja, ik kan wel een beetje PC rage, maar altijd wel op een komische manier. Het is niet echt dat ik ermee wil stoppen of zo. Nee, dat heb ik ook niet, maar het is wel gewoon dat ik boos word. Kijk, als je het zelf doet, dan is je eigen schuld. Maar als anderen het doen, dan vind ik het wel kut, man. Nee, net gingen mensen teamen. En gingen ze met z'n allen voor de lijn staan. Het kwam gewoon niet. Gingen ze mensen eraf duwen. Ja, dat is kut, man. Toen raged ik wel even. Als je mensen er zelf kunt afduwen, dat is wel genieten. Ja, dat wel. Ja. Als het lukt. Of net voordat iemand wil springen, moet je hem even terugtrekken. Ja. Je kan ook je eigen team. Ik ga bij de eerste al fout. Oké. Ja, ik val. Maar springen ook. Iedereen springt ook als een achterlijke mogol van een plateau. Oh my god. Dat ik gewoon nee. Zo kut als je even het eeuwig geraakt, ook gewoon niet meer terug een eeuwig kunt geraakt. De donder terug over. Nou, gaat lekker bij mij. What the fuck? Bij mij gaat het ook echt rampzalig, wat is dit? Waarschijnlijk doe ik ook gewoon te domme sprongen. Nee! Ah, kut. Ja, en ik ben één keer eerst geworden gewoon met qualified, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dan krijg je toch geen kroon? Dan krijg je geen kroon, dan krijg je een medaille. Nee. Dat zal leuk zijn. Huh? Ik had een kroon gekregen. Bro, dan heb je een potje gewonnen. Nee, echt niet. Nee. Waarschijnlijk is dat een level. Een level, ja. Ja. Oh, je krijgt zo'n gratis kroon in de hoofdmenu bedoel je? Ja. Oeps. Oh, dat was mijn level denk ik. Ah, dan heb ik het verkeerd. Hey, dus gaat dat ding nog... Ja, man. Ondanks dat ik zo slecht ging in het begin, haal je hem alsnog zo makkelijk. En ik denk niet, dat ik hem haal, maar ja. Ik heb mijn tijd. What the fuck? Ik sta wel heel erg achterin nog. ik ben door. Ja, ik ben het echt aan het verkleuren, man. Ik zat net 100 jaar te wachten tot ik een plateau op kon lopen. Wat? Ben jij nog niet door, Dada? Wat is dat? Nee, man. Ben ik gewoon als eerste door? Meen je dit nou? Ja. Oh jongens, blijf niet op die plateau springen. Ja, nou kunnen we helemaal. Oh, nu wel. die ik echt niet kan handelen is die hexagon bullshit. Ja. Daar krijg ik echt zweethanden, man. Ja, ik met die slime game, dat het slime naar boven komt, dan ga ik steeds dood. Oh, nou precies, leuk. Die we hebben. Yeah. Ja, deze is hard, man. Deze is leuk. Gewoon een beetje oefenen. Oefening baart kunst. Omdat iedereen staat stil dan daarvoor expres, zodat je er niet langs kan. Ja, nou ga een keer hyperscape doen. Chill, je weet je eigen antwoord denk ik wel. Nou, dat gaat al best goed. Nou, kut. Hey, wil je niet zo vloeken in mijn stream? Nee, grapje. Nou, ik wacht met mijn eigen zon in het vloeken, denk ik. Nee. Ik ben al verder gekomen dan ooit tevoren. Ja, ze zitten aan de tweede stage. Ja, ik ben al een stuk verder dan eerst. Wow, dus... Ja, ik ga denk deze niet meer redden. Oh. Kan je hier niet naar boven klimmen? Oh. Nou, dan ga ik nu dood. Ja, ik word er steeds afgeduwd door iedereen. Ja, ik werd er niet meer. Er springen denk ik 40 mensen op mijn hoofd. Dan kan ik echt niet meer lang. Flawless. Zou iemand deze voor mij willen clippen, jongens? Zou iemand deze voor mij willen clippen? Ik heb hem gewoon foutloos helemaal gedaan. Oh ja, damn. Respect. Oké. Okay. Ah, hier ging ik ook dood. Hier had ik de finale gespeeld. Toen ging ik dood. Hey, dankjewel Robbie voor die goede clip dan. Ik zie hem alleen nog niet in de chat voorbij komen. Een beetje raar. Oh, het linkje is op 60%. Aha, ik snap het. Nee, maar dat linkje, ga die checken, Delano. Dit was perfect een voorbeeld van hoe je
door die slime climb moet. Alright, ik check het zo wel. Nou, ik ben jij nu aan het spectator dan, zo. Ik zie wel hoe jij dit doet. Ik faal die hier echt knijterhard. Zo, hey Denzel, lekker man. Goeie gok, goeie gok. Ik ging hier steeds, steeds vanaf. Kijk, een stammel ook op elkaar. God voor de tyfus. Oeh. Dat bedoel ik. God voor de tyfus. Ik deze kwam. Het is alleen echt doorlopen. Oh. Ja, nu is het. Fuck, fuck. Ja, ik ben derde. Oh, ik ga het nog halen. Oh. Had je gehaald? Ja. Ja. Oh, yes. Je was de laatste die er doorheen kwam. Oh, man, man, man. Gaan we nu weer een finaletje winnen? Doordat ik gewoon viel, heb ik gewoon het pad vrijgemaakt. Oh, kut. Ik had ook... Ja, was ik, ik was ook was ik eerste en toen kwam er een bal op mijn hoofd. En toen was ik opeens 30ste of zo. Dat was echt kut. Hexagon. Of... Ja, hallo. Gewoon Robby. Ik heb het niet over speedrunners, gewoon Robby. Ik heb het over een normale casual gamer. Dan is dit de perfecte route voor slime climb. Niet speedrunner, ik wil geramd worden door een hamer en vliegen over de finish. Dat snap je zelf ook wel, denk ik. Kan dat ook? Ja, tuurlijk. Er zijn allemaal van die pro speedrun trucjes op YouTube. Die moet je natuurlijk wel nog perfect uitvoeren, dat wel, maar... Maar dat is er niet leuk om dat te spelen. Ik zou het zo niet willen spelen. De skin is wel echt leuk, hè, Denzel. Mm-hmm. Natuurlijk, die speedrunner techniekjes kunnen wel helpen om die als eerste qualified te halen. Ja, dat is waar. Wat nu bijvoorbeeld met die fake doors. En dat is voor die laatste rij zo een techniek om te weten welke deuren echt zijn. Doordat ik dat bijvoorbeeld weet dat je moet doen, ben ik echt al 3 keer eerst geworden op dat deurtje. Ja, oké, ik snap het wel, maar toch. Dus voor die gouden trophy die Denzel nu heeft. Wat? Wat is pot, man? Wat gebeurt er? What the fuck? Wow. Godverdomme! Benne! Oh, je hebt hem niet. Je hebt... Oh, ga ze mij pakken, wat kut dit? Links, links, ja. De kolen, de kolen. Als je daar nog wow. Vast... Teringliers! Oh. Wat een ontwijk dit niet. Ik ga er nu niet achter redden, want dat geeft... Nou ah ja, misschien te laat dat ik het zeg, maar voor tailgrip kun je best uw, op L2 uw namen aanzetten van iedereen. Dan zien we dat die woont. Oh! 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 What? 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 Holy shit. Die moet geklipt worden. What? Ik was echt de laatste seconde. Ik wist niet dat die... Wow! Dan had je echt veel geluk. Ik denk, ik snij hem nog af, red ik dit. Dat was een milliseconde. Wow, daar had je echt ziek veel geluk. Dit is wel een van uw ziekste wins ooit, denk ik wel. Hè. Jezus, dit zie je alleen op YouTube, man. L2, uw namen aanzetten van iedereen, dan zien we dat. Wat? 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 Holy shit. Die moet geklipt worden. What? Zonder pitstop, maar je wil een pisstop. Nee, ik wil een pisstop. Pisstop, is dat iets Vlaams? Of is dat gewoon... Ja, heb ik net verstond. Dat is leuk zo. Ah. Bij ons is het in Nederlandse plaspauze. In België. Ah ja, ah, pisstop. Heel beschaafd. Ik ken het woord pissen niet. Oh, wel, roken. Hè? Sorry, kennen we... Wat? Kent gelden pissen? Ja. Ah ja, oké. Okay. Hey, wel. Wij zeggen ook pissen, alleen dan klinkt het zeg maar asociaal. Pissen, zeker bestralen. Ik voel me zeer bestraald. Dat ze bieden goed straal. Maar als wij zeggen roepen, is het bij jullie iets anders, hè? Ja, dat is iets anders. En dat vind ik zo vreemd. Ik bedoel, we spreken allemaal bijna dezelfde taal, oké. Okay. Maar
waarom is dat dan heel wat anders? Ja, dat snap ik ook echt niet. Ja, ik ook niet aan mijn vragen. En ik vind het ook gewoon een vies woord. Poepen moet niet seks zijn. Het is gewoon een vies woord. Ja, ja, dat is zo. Een Nederlander denkt, oh, wc. Jullie denken, oh, ik ben geil. Ja. Cool, poepen. Wat een gesprek, jongens. Ja, maar ik bedoel, dat is toch hetzelfde in het Duits. Als wij zeggen geil, dan is het daar leuk. En als wij zeggen Michiel, dan is het daar hetzelfde als geil, zeg maar. Michiel? Michiel, volgens mij. De naam Michiel. Oh, maar ik weet wat ik de volgende keer ga zeggen. Ik ben Michiel. Ik ben Michiel! Maar stel, je heet zo, dat is toch kut? Ja, daarom had Thomas Bergen zijn naam ook veranderd. Omdat hij in Duitsland helemaal niet kende. Nou ja, als je Michiel dus heet... Stel, ik ben Michiel. Ja. Anders gaan ze niet verstaan. Ik ben vol op je schijf. Ik vind je dus echt een leuke meid, weet je wel. Als ik je in je ogen kijk, dan krijg ik een beetje een kriebeltje. We hebben een biertje gedaan. Mag ik straks op je kakken? Ja, is goed. Zo date je een biertje. Biertje. Pintje ook niet. Ja, weet ik veel. Pintje. Ja, pintje. Whatever. Ja, ik ben nu helemaal aan. Fuck sake. Whatever, ik wil gewoon op je poepen. Pintje of bier. Zo joh, ja joh, lekker. Wordt naar voren geduwd. Bij mij gaat nu wel heel slecht. Ik ben helemaal laatst. Hoe kan je slecht gaan in dit spel? Het is zo easy. Nee, maar ik weet niet. Ik had gewoon heel veel pech. Ik bleef steeds die in en die vastpakt. Ja. Ja, je rent waarschijnlijk de verkeerde route, ouwe, dat is het. Want in het begin zat ik inderdaad ook vast tussen die draaidingen. Maar als je dus altijd dezelfde route rent, dan kom je er altijd doorheen. Ah, ik ben wel qualified. Met heel veel. Ik was weer laat. Wat een geluk. Twee keer gewoon. Wow, jongens. Ik ben steeds laatste. Ik ben keicool. Ja, man. Ik ben keicool, ja. Ja, het is het vriendje van zijn zus. Dus dan is het... Mijn zusje, zijn vriendje, is boos omdat ik zijn vriendin heb genoemd. Ja! Oh, alles. Oh, je hebt geproefd dus. Alles is fout aan die zin. Ik interpreteer dat hij zijn eigen zus heeft genoemd. Ja, dat kan ook. En zijn moeder, whatever. Hij had gewoon zin. Was er niemand in de buurt? Dat is heel vaak. Ik vind het wel grappig dat die staart zie je bij mij amper, tiekers. Tiefe, zeg je kut. Nou, kut, hè, tiefe. Ik ga die staart pakken en nu en nee, dan heb ik ineens niet meer. Fucking. Oh. Geef mij die staart! Zo agressief. Geef gewoon. Geef gewoon. Ik heb hem. Mijn staart. Oele, ik heb staart, broer. Allee, jongen. Oh, als de staart eraf. Kom dan spring. Ik is straffer. Klootzak. Kom hier. Ja, maar ook even. Ja, wat zit jij maar nou te trekken, joh? Rotjong. Ah, fuck. Waarom had ik die staart niet? Kut. Nou, ik ga het niet kwalificeren. Oh, mijn feetje komt. Nee joh. Oh, ik werd even zo menigte ingegooid zonder staartjes. Kom maar, ik moet er nu wel iemand tegenkomen. Waarom loopt hier iemand? Dilla! Oh. Nee, kut! Nee, jongen, ik had de staart net de laatste seconde en toen pakte iemand hem weer af. Nee, ik ga er hierna nog eentje en dan ga ik stoppen. Is goed, man. Ik moet morgen echt vroeg op. Eerste stage dag. Blijft Jacob dan wel, of niet? Ja, Jacob blijft wel. Chill. Maar ik kan hem alleen niet verstaan. Want heb ik tegen... Het gaat wel moeilijk worden, man. Is dit de finale, of niet? Nee. Wat links. Tik naar links. Naar rechts. Nee, links. Rechtdoor. Oh, okay. If you try your best, but you don't succeed.
When you're nice and you're nice and you're nice, what you nice, nice. Wat een ziek lied. Loop gewoon recht door, joh. Wil je daar recht door tussen padden? Gewoon recht door. Gewoon recht door over de zon. Nee, ik heb hem niet. Kut. Nou. Jammer, guys. Volgende keer beter. Nou, daarna ga ik even de Chrome gaan. Inderdaad. Inderdaad. Met je klote tomaat. Come on, guy. You can this. We support you. Ik ga jou niet spectaten. You're a guy. You go not fall, you go win. Okay, yes. 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 Now, let's go, man. Oh, dat was wel heel ziek. Come on, Dana Dan. You can do it. Wow. Holy shit. Planning. I feel omdat hij al... Die kot is. Oh my god. Kloppen. Nee, goed. En nu zit het op de slot. Zit op de momentenbouw. Ja! Ja! Got him, boys! Let's go, man. Wat gebeurde er? Ja, echt zo. Was iemand helemaal... Lekker, Dana. Tweede win. Tweede win, yes. We maken er traditie van. Elke keer twee keer winnen. Ja. Ik go beast sick. Ik zei toch? Ben zo zo goed. Ik zei, ik ben een guy, I'm nice, I'm not gonna fall, I go win. Hoppa! Thanks for the follow, it's Gino. Welkom man. Welkom bij de stream. En dankjewel voor de follow. Wat een klootzakken, joh. Die was. Ah, kut man. Oh, dat is een allemaal bekante pot. Die is het, man. Hoppa! En go. Ja, door. Ja, dat is quadruple, welkom, man. Ja, je moet een beetje mazzel om in het begin, heb ik gemerkt. Als je in dat gedrang vastzit, dan is het klaar. Wat deed ik, joh? Ik stond op een hele rare plek. Wat gek. Our
Arno 2013-15 gifted a tier 1 sub to Skadruffle. They have given 213 gift subs in the channel. Tafelvat, oh, ik heb hem gelukkig. Jezus. Het zijn ook altijd gasten met assassin pakjes aan. Vinden ze zichzelf nou echt zo cool? Wat doe je deze nog? Yo. Oh, nee joh. Nou ja. Ik zit dood. Hè? Nee. Waarom? Hij vindt ze wel, maar ook niet. Ja, er zijn zes man is er dood. En ik... What the fuck? Wat gebeurt? Was je niet gewoon de allerlaatste helemaal achterin? Dus er waren al heel veel mensen... Ik denk dat de timer klaar was. Nee, want het slijm komt tot helemaal van boven. Dat is raar, inderdaad. Dit is echt dikke bullshit. En nu heb je stream terug, toch? Wat de hel? Al wel, nee, maar misschien had ik wel net niet. Ja, omdat er al zoveel mensen qualified waren. Nee, want nee. Dat het te lang duurde ofzo. Ik ga hem nu terugkijken. Maar sla hem even op. Je moet hem opslaan met je PlayStation. Die videoclip moet je opslaan. Ik ben net als 19. Nee, want er waren er 17 gefinished. Je kunt het checken op je stream. Dit is echt dikke bullshit. Ik weet niet wat hier gebeurde. What the fuck? Wat is dit? Nou, man. Nu ben ik niet mee akkoord, hè. Kom, joh, ik ga de Fall Guy op Twitter... Godverdomme man, deze teringgroep. We kunnen er ook echt 10 qualify, het is veel te druk. Het kan ook geen andere meer zijn, inderdaad. Ik denk, ik wacht even met springen, want als je tegen iemand aanloopt en je springt dan val je meteen. Ja. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar dat slijm was nog wel... Het is niet dat ik op dat bewegende, met die bewegende ballen echt heb stilgestaan. Zeg. Dat slijm was echt nog wel achter mij. 100%. Masterd of zo, hij gaat voor zijn tweede win op rij. What the fuck? Gaat-ie? Hij heeft hem wel. Got him, boys! Yes. Lekker, man. Yes. What the fuck? Damn. Holy shit. Dus nu moeten wij in functie van Denna gaan spelen voor de Infallible Trophy, of wat? Sick hoor, back to back. Voor het eerst ook. Geloof 10. 12 waarschijnlijk. Ja, 12 is het. Dizzy Heights. Dizzy Heights. De muziek van mijn spel, die is gewoon geglitcht. Ga-glitched. Hoort waar we in een potje zitten, hoort nog steeds het hoofdmenu muziek. Maar dan 3 keer door elkaar. Hoe kan dat? Je moet zo gewoon even afsluiten en weer opnieuw opstarten, man. Yo, man, wat is het hysterisch hier? Laatste stukje dat
Classic even ziek hard. Hoppa! Boom, hoppa, klaar. Hoppatjes! Alleen, alleen Luke en Tenierwald. Slijpbaar! Ja hoor, ja hoor! Wat is komt die Venjo. Slaap lekker de Gamers XL. Die muziek, ik word hier net te gek van. Ik ga mijn speakers uitdoen. Ja, maar je moet zo echt even je game uitzetten, man. Of gewoon je in-game sound gewoon uitzetten. Dat is echt heel irritant, die muziek. Hoor jij het ook? Nee, ik niet, maar ik weet hoe irritant het was in het film. Dit is een partij in de gym, een slime climb zonder muziek. Dat is godse creepy. Met dode blik van al die kantjes. Oké, maar ik heb mijn telefoon weer gefixt, want van instellingen waren verkeerd. Lekker man. Je hebt toch een, ik kan niet de lip ook inzetten, man. Ja, en top is bijna dead. Die heeft geen accu meer. No! Oh, nee, dit is niet goed. Oh. Oké, okay, ik ben er wel gelukkig. Jezus, ik zat echt in zo'n gigantische menigte. Nah, nee, kut. Nah, dat was heel stupid. Ja, te stupid. Valt. Oh, kut. Zo, iemand wil me de dood hebben. Iedereen wil me dood hebben. Even rustig allemaal. Kut. Oh, het loopt gewoon super voorbij hoor, doe je. Easy! Eerste, hoppa! Netjes. Net toe. Oh, ik zit met zo'n gigantische menigte, ik zit echt te zweten. Je hebt nog tijd zat, speel me gewoon lekker safe. Hey, goedenavond Arno, leuk dat je in tune bent. Ja, echt, hij gaat zelf! Hij ging zelf! Oh, heerlijk die karma. Nog een pirouetje, klats! Oei, 360 finish. X. 360 frontflip. X. Kijk hoe die ging er zo vanaf. Ja, Tigo, alles staat in 360p omdat YouTube echt niet meewerkt, man. Je weet dat ik in 4K upload. En niet opeens besluit, nou vandaag wordt het 360p. Geen zin meer in kwaliteit. Ja, whatever. Ja, blue. We zijn altijd blauw. Als je samen in een party zit, ben je altijd team. Oh, beter. Oké, okay, jij ging keeper, zei je? Ja, ik ben keepie. Als je een tegendoelpunt krijgen, dan word ik heel boos. Weet je wat het is? Dat keeper wil ik gewoon niet uit de handen geven aan randoms. Nee. Sommigen staan er zo'n potje van te maken. En dan ben jij gewoon spits van de... Loopt ook een shy guy. Jou hoor. Kijk deze lijn. Klaas. Oeh, jammer. Ah, shit. Ik heb geen... Ja. Krijgen een doelpuntje bij geel. Nee, toch niet. Of toch niet? Ik ga spitsen. Oh, kut. Ja. Oeh, nice. Netjes. Ja, vind je. Kopballetje. Der. Zo, what the fuck? Die was recht op het doel afgegaan, dus ik niet gedived had voor de... Pananam. Wie dan dingen? Oh, kut, die houdt mij vast. Dat had je door waarschijnlijk, maar alsnog. Oh. Rechterbal. Hier. Ik ga aanvallen. Oh. Ja. Kijk, je bent aan elkaar gewaagd als je gewoon een chille 1-0 wint, weet je. Ja, zeker. Team, please. What the fuck zie je aan doen, guys? Ja, daar gaat er sowieso 1 in nu. Bijna 2. Ga nu in het midden staan. Oh, en staan. Ja, juist. Zo, die werd echt goed gekeepied. Oh, wordt het een overtime, Pie? Oh, netjes. Oh,
potje, joh. Hoi, echt... nee. Oh. Er staat nog iemand, Oké, okay, ik ga weer voor die andere bal, fuck it. Ik ga hem weer verdedigen. Ik moet me altijd een beetje denken aan Rocket League, dit. Ja, same. Zo, omdat het voetbal is. Alleen omdat er een bal is. Ja, oké, komt-ie, jongens. Ja. Twee ballen naar voren, Ik ga hem drukken. Ja. Wat zit die keeper te doen bij jou? Dit is wel spannend hoor. Het is echt een potje. Oh, dit is er echt een. Ik moet ground moeten krijgen voor dit. Dit is volgens mij is dit een potje. Ja, mooi. Voor mij is dit een potje. Oh, kut. Kut, ik krijg het heel slecht. Yo, waarom zijn we zo in elkaar gewacht? What the fuck? Ja, daar hebben we ook nog nooit mensen, gezien. Denk ik. Dit is zo lang duurt. Spelers. Ja, het zijn ook wel veel inderdaad. 7 tegen 7 volgens mij. Oké, twee ballen aan hun kant. Ja, ik heb hem verder gekregen. Let's go. Ja. Ja, oeh, nee. Oh, ja. Nee, hij wordt ook tegengehouden. Oh, zoveel man daarachter. What the fuck? Ze parkeren de bus. Ja! Ja hoor. Yes. Goblem. Yes. Down to the wire. Een trophy. Gee. Ja, zoals je in overtime een ronde wint, volgens mij, krijg je die trofee. Oh, we staan in die finale. Ja hoor. Oké, met z'n tweeën in die finale. Dat is best een goede kans. 7 zelfs. Als je dus achter begint, is de tip om even diegene voor je even terug te trekken met R2. Ja, jij staat voor me, dus dat ga ik niet doen. Nee, die flikker ernaast, zeg maar. Ja, weg. Geen zin nu. Als ik zie dat jij ver voorloopt, dan ga ik gewoon mensen vastpakken. Oké, is dat wel? Ik ga proberen ze vast te maken. Wow! Oeh! Daar gaat er een hier. Doei! Oh nee, ik ben geraakt door. Kut. Oh, ik zit vast in de hamer! Nou, oh, je gaat hem halen, je gaat het halen. Ja hoor. Wachten. Got it! Ja hoor. Bam! Win 10 in de pocket, baby. Shit, boy. Kut, als ik die bal niet op mijn face kreeg. Lekker! Hoppakee. Ja, en ik heb ook weer een ander uiterste over mijn grootouders. Laten we zeggen mijn oma. Mijn oma is gewoon stront eigenwijs. Die heeft een leeftijd bereikt die is, zeg maar, ouderdomsvergeetachtig. Gewoon ouderdomsdementie. En verder gewoon stront eigenwijs. Zij snapt de ernst van de pandemie niet. Dus zij gaat gewoon, vanaf het begin af aan gaat ze al op straat. En hoeveel we het al tegen haar gezegd hebben. Zij wil de wandeling doen. Maar haar wandeling bestaat uit elke fucking winkelbezoek in Almere. Oh. Ja, het is zo dom. Maar ze snapt de ernst niet. Het is net een klein kind. Maar draagt ze dan de mondmasker? Ja, toch? Nee joh. Nee, ze snapt het niet. Ze zei ook laatst, toen het net was, in maart, toen liep ze op straat, zei ze, het is zo stil buiten, is niemand. Ik zeg, oma, waarom denkt u? We zeggen toch ook dat u niet op straat moet? Ja, maar ze gaat gewoon. We kunnen er wel controleren of vastbinden, maar dan moet je er echt in de stoel vastbinden. Ja, ik heb ook verhalen gehoord van mensen die dan dementie hebben. Maar waarvan bijvoorbeeld de vrouw in een soort van zorgcentrum leeft en de man nog thuis. Ja. Maar, en die normaal elkaar bezoeken, maar dat nu niet meer mag. Ja, waarvan dat de vrouw die demens heeft, denkt dat haar man vreemd gegaan is gewoon. Omdat zij gewoon niet weet wat, waarom. Die snapt dat niet, waarom. Ja, klopt. Die herkent dat die helemaal komt niet bezoeken. Meer. Ja. Ja, heftig. Echt zielig. Oh, dat is ongechance. Of leeft hij dat nou? Ja, weet het ook niet allemaal meer. Oh, dit is ook weer slecht getimed voor jullie, hè? Oh my, he got it. Oeh. Dat ze dan overal hebben ze nu demonstraties en zo. In Duitsland gaat het ook allemaal niet goed. Dat je denkt, jee, nog mensen. Oh, wat een... Ernst allemaal. Mm-hmm. In Amerika, knippen ze gewoon gaten in hun mondkapje, want dat zit niet lekker. Amerika is
Dit jaar heeft ook wel zo zwaar bewezen dat wat voor strontland Amerika eigenlijk is. Ja, het is zo zonde. Terwijl het een hartstikke mooi land is hoor. Maar door zo'n man dat land. Oh, zo slecht. Oh, ik word helemaal gek van die Trump. Trump is een toppetje hoor, met een topgouster. Coronavirus, wow joh. Ah joh, whatever. Even wat UV licht in uw gat en je fixt het. Nee, je kan hem toch gewoon niet serieus nemen, die man? Hoe hij praat, hoe hij loopt, hoe hij doet. Blijkbaar wel. Ja, ja, alleen zijn vriendjes en rijke mensen hebben voordeel. Hey, op deze manier gaat dit kapot lang duren. Ja, maar die gast heeft wel een skin die je krijgt bij level 30, level 40, dus die weet echt hoe dat spelletje werkt. Ja, nou, maar ik ben ook bijna level 40 en ik heb ook nog gewonnen. Oké, okay, maar aan de hand van hoe het is speelt, denk ik wel. Het is wel battles, hè? Dit is wel echt wel een dikke finale gebased op skill. Echt? Nu hopen dat ze een. Ja! Nee, niet. Oh my god, ik dacht echt dat het was. Ze biedt gaat deze platform opstijgen, joh. Zo snel draait dat ding. Oh, what the fuck! Oh my god! Bij mij zag het er echt het, alsof je plat werd geduwd. Dus je gaat precies niet een helikopter worden. Jeetje, ik snap niet hoe je dit volhoudt hoor. Ik ook niet. Stop. Wat? Oh, hij blokkeerde weer. Dat komt omdat ik weet nu wat het is. Dat bovenste ding raakt je koppie. En dan ben je even uit balans en dan kan je niet springen. Ah. Waar was ik naar aan het kijken? What the fuck? Hoe? Het duurde 5 minuten of zo. Ja, dit was niet normaal. Zonder dat. Ja, het is gewoon pech dat je tegen zo'n goede tegenstander speelt dat je het ook al zoveel keer gewonnen hebt. Ja. Anders. Nee, dat is fijn. Oh my god. Okay. Oh. Laten we allemaal even stil zijn. Ja. Jullie concentratie geven. Jules, weet je het pad of niet? Ja, je zou rechts houden. Ja, veel gewoon, rechts houden. Helemaal in het begin is het gewoon echt het midden en tegen de muren aanlopen. Ja. Zodat je die ballen kan ontwijken en dan een beetje dekking bij de diamantjes en dan helemaal naar de zijkant. Succes. Niks. Ja, vanaf nu helemaal naar de zijkant. Rechts, anders krijg je die bal op je kop. Zie je? Kom. Hij gaat eronder door. Hij gaat eronder door. Jij gaat. Oh my god. What the fuck? Niemand heeft hem. What the fuck? Oh my god, you. Je sprong hem met je koppie tegenaan in mijn scherm. Ik drukte het vierkantje in. Oh my god. Anders had ik hem. Dit was jouw moment. Oh my god. Dus besef wat het einde van de stream zou zijn geweest. Ja, dat zou een win zijn. Voor Jules. Ik ga het nu eens naar terug kijken op dit stream. Ik had jou gewoon gedoneerd, Jill. Als je letterlijk R2 had ingedrukt houden, dan had het. Dan was het gelukt. Ja. Ja, had dan als je R2 had. Een verkeerde knop. Ja, vierkantje. Oh. Dit is. Weet je, Jill, pak dat je win gehad hebt, hè?